De avond voor Game Force was er verjaardagsfeestje van een vriend van mij in de duinen. Let's go. Goedemorgen, lieve jongens, meisjes, mijn kanaal. Vandaag is een heel speciaal weekenddag eigenlijk. Gewoon een weekend waar ik al fucking lang naar uitkijk. En er is het Game Force weekend. Vorig jaar heb ik exact hetzelfde gedaan. Ben ik 1 dag in de Game Force geweest. Vandaag, holy shit, 2 dagen op Game Force. Dit wordt een 2-daagse vlog edit samen met deze Ginger. Is het Ginger? Is het Ginger? Maar wij gaan niet eens naar Antwerpen. We hebben ons een beetje overslapen, want dat is geen probleem. We komen er sowieso nog. En ik ben Exit. En ik zou zeggen, smash the like. En we gaan er een fucking epic video van maken. Let's go. Sitting in the train right now, like looking in the train. Hello guys. Ja, we zitten. Belgische treinen, altijd nice. We gaan nu naar Antwerpen. We zijn nu in. Sick! Oké, ja, en we zitten nu zo op de trein, zoals jullie horen. De Belgische treinen zijn absoluut geen goede shit. Maar we zijn nu in Bruges. En ja, zo meteen naar Gent en dan overstappen naar Antwerpen. En ik zie jullie als ik in Centraal ben, zullen jullie niet naar stomme shit moeten kijken. Tenzij daar iemand wordt neergeschoten, dan film ik het ook. Oké, we zijn net aangekomen. We zaten op de verkeerde bus. Thanks, bus! Maar nu staan we dus hopelijk wel bij de juiste bus, want we zaten ergens random in een ander land of zo. I don't know. Nu gaan we richting de juiste plek, volgens deze Ginger toch. En hopelijk komen we eraan, want ik heb geen zin om nog een keer de verkeerde bus te nemen en nog een keer te laten komen. Want we zijn echt al 6 uur of zo te laat. But it's no problem, because two in the midday is the best hour, hè? Oké, ja, ik zie jullie op Game Force, maar eigenlijk is het al geweest, dus. Game Force en we zijn hier met een paar chille dudes around the world. Ik kwam zo tegen in de bus en het was wel chill. Ja, en we zijn nu bij het Mas. Daar is het Mas en daar is Game Force. En het gaat vet worden. Deze dudes zeggen dat er fucking veel volk is. Dus big shout out to the guys here. En ja, let's see. We staan hier tegen een fucking grote muur van deze dude. En het is hier wel chill, want we zijn hier met al deze mensen. Chill, want we moeten nog handtekeningen zetten en foto's maken, dus ja, let's go! Ben ik eindelijk bij mijn eten ding aangekomen en we staan hier nog altijd. Let's eat and let's go! Ik denk dat ik daar net half bij flauw gevallen toen ik omsingeld was door mensen en iedereen bleef dingen in mijn handen duwen. En wow, ik heb een draak gekregen zonder vleugels en mijn levenszin staat daarop. Enjoy life en drink lots of milk. En voor de rest zitten we hier gewoon aan het water gewoon te chillen omdat hier niemand is en we kunnen hier gewoon zitten en. En ga je fuck doen. Het is heel chill, fucking warm. Je bent omsingeld door mensen. En iedereen duwt je de hele tijd. En dan duwt ze camera's in je gezicht en zo. Maar het is wel heel fijn. Leuk! En ineens random gaan we, weet ik veel, Rainbow Six spelen met randompjes. Ja. Yeah. Randompjes! Gewoon of dat ik in een team wou. En ik vond dat wel een leuk idee. Dus ik ga nu Rainbow Six spelen. Ik ga zo hard stukken in dat spel. Echt illegaal. Mogen we het gewoon proberen. Let's go. Jammer genoeg zijn we weggestuurd bij de Rainbow Six ding. En we mochten niet meer spelen. En nu zijn we ook buiten gezet met al deze mensen. Yeah. We hebben geen Rainbow Six gespeeld. Het is een stom spel. Stomme Rainbow Six! Stomme bewaking! Dus fuck jullie met jullie stomme spel! Ja. De eerste dag is het gedaan, ik zit met een bende mongolen op de trein, niet gehad. Ja, ik ton ze wel, maar niet roepen. Kijk hier, ja, met deze dudes, yes. En nu ga ik dus naar huis, ik weet niet of ik morgen nog ga, maar aan de lengte van de video gaan jullie wel zien of ik gegaan ben of niet. Het is heel raar om dat te vertellen aan jullie, maar ja. Ik heb wel zin om te gaan, maar dan moet ik leren op de trein. En... Dus de Ginger is mee geweest vandaag. Thanks Ginger. Nu ga ik naar huis, ja. Oké, okay, het is fucking laat en we zijn in Brugge en die homo's hebben geen trein terug naar huis. Dus ik weet echt niet wat ze moeten doen nu. Ik heb wel nog mijn trein naar huis om 10:55. Maar die faggots zijn nu echt helemaal kapot aan het gaan.
En die doet is echt zelfmoord aan het overwegen. Iedereen loopt hier in het rond. Ik vind het wel grappig. Ze kunnen niet meer naar huis. Ze zitten vast in Brugge. En ik ga gewoon naar huis. Die doet. Ze gaan hier waarschijnlijk moeten overnachten. En ze gaan heel de nacht moeten genieten van de shit in de bak. En morgen een nieuwe dag Gameforce. En jullie gaan hier overnachten op Brugge. Oké, ja. Met die randompjes van de andere stad is het helemaal goed gekomen. Ze hadden heel veel geluk met de bus die reed naar hun stad midden in de nacht. Fucking random. En zoals jullie kunnen zien, ik ben op dit moment in Blankenbergen. En het lijkt niet op Blankenbergen, want er is fucking dikke mist. En ik weet zelf niet hoe het komt. Het is echt raar. Ik heb dit nog nooit gezien op dit moment van de avond. Het is alsof het winter is. Het is heel raar. Maar ik ga nu dus naar huis. En ik ga me klaarmaken voor de tweede dag Gameforce. Want ja, er komt de tweede dag. Wat normaal niet ging gebeuren. Maar ik ging normaal alleen zaterdag gaan. Maar ik ga nu blijkbaar dus ook de zondag. Heel fucked up. Dus ik ga jullie niet langer irriteren. Ik ga jullie nu direct doorflashen naar de tweede dag Gameforce. En de tweede dag van de epicness. Dus ik ben eigenlijk zit. En ik zou zeggen, jongens, let's fucking go. I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me.